Friesland is dé vaarprovincie bij uitstek. Hier vind je liefst 24 grotere en kleinere meren die allemaal zijn verbonden door sloten en kanalen. Geen enkel ander gebied in ons land heeft zo'n wijdvertakt vaarnetwerk als hier. Om een indruk van deze provincie te geven, maken we vandaag een rondje vanuit Akkrum. We varen dan naar het Snekermeer, een van de grootste meren van de provincie. En daar mag je als enige plek op deze route ook snel varen. Via het beroemde, of zo je wil, beruchte Prinses Margrietkanaal gaan we dan over de Borne naar Jerensum om uit te komen bij het Pikmeer in Grouw. Van daaruit gaan we weer terug naar Akkrum. Akkrum zelf is onderdeel van de gemeente Heerenveen. Het is een echt waterdorp waar de beroemde kunstschaatster Sjoukje Dijkstra is geboren. We varen nu naar het zuidwesten en komen dan in het plaatsje Terherne. Dit ligt aan de noordkant van het Snekermeer. En deze echte watersportplaats is vooral bekend van de verhalen van de kameleon. Want je vindt Hielke en Sietse in het kameleondorp. Vooral met kinderen is dat een geweldig leuke attractie. Het Snekermeer is zomers het domein van de zeilers. Met de Sneekweek en het SKS Scootjesielen. Maar vandaag is het even ons domein, want de snelvaarbaan hier is de enige plek op de route waar we wel mogen snelvaren. Als we het Snekermeer verlaten, moeten we enorm oppassen. Het Prinses Margrietkanaal is de gevaarlijkste waterweg van Friesland. Want enorme binnenvaartschepen varen hier gebroedelijk naast piepkleine bootjes zoals wij. De maximumsnelheid is hier 12,5 km per uur. En je moet hier vaak over je schouder heen kijken, want het grootste gevaar komt altijd van achter. Het Prinses Margrietkanaal is de snelweg voor de beroepsvaart. Vanuit Lemmer naar de stad Groningen. De grote binnenvaartschepen hebben een enorme dode hoek. Dus zorg dat je altijd de stuurhut blijft zien, dan ziet de schipper jou ook. Bij de schouw kunnen we stuurboord uit terug naar Akkrum, maar we draaien de andere kant uit, de Borne op naar Jerensum. Er is een treinstation dat het dorp deelt met de plek waar we nu naartoe varen, Grouw. En ook hier woonde een bekende schaatster, Atje Keulen-Deelstra. Maar Atje werd geboren in Grouw. Net als Jerensum oorspronkelijk een terpdorp, dus gebouwd op een verhoging in het land. Grouw is vooral bekend vanwege het Pikmeer, een aaneenschakeling van een aantal meren waar watersporters mooie tochten kunnen maken. Overigens komt de naam Pikmeer van de piek, een soort turf. Want ook in dit gebied werd veen gestoken als basis voor de energiebron turf. Vanuit Grouw kun je door naar het noordoosten en daar ligt Eernewoude. Met het beroemde natuurgebied de Al de Veene. Wij gaan de andere kant op, via de Tienje naar Peen, waar een bekende zeilschool is. Op weg naar Akkrum passeren we het Bokkumermeer en gaan dan over de A32 tussen Heerenveen en Leeuwarden. Dat kan dankzij het Leppa-aquaduct, waar de auto's 5 meter onder ons doorrijden. En dan zijn we weer terug in onze startplaats Akkrum. Deze route toont maar een heel klein deel van alle mogelijkheden van Friesland. Maar het geeft wel de unieke watersportmix van de natuur en de gezelligheid van de mooie dorpjes weer.